In deze video ga ik een fotogrootte aanpassen. Waarom? Als ik een website heb en ik zet daar heel veel foto's op, dan is het niet nodig dat die foto's in de originele bestandsgrootte staan. Want meestal is dat een vrij grote bestandsgrootte. Zeker met de huidige digitale camera's kan je foto's maken van een heel hoge kwaliteit. Maar die hoge kwaliteit hebben we online niet altijd nodig. Stel deze foto hier bijvoorbeeld. Die is 3000 op 2000 pixels. Nu, een website is nooit 3000 op 2000 pixels, of toch zeker voor de meeste mensen. Hè, hebben we maar een scherm van 1080 op 720 of op een iPad 1024 op 768. Dat is helemaal niet nodig om daar zo'n grote foto's op te zetten. En als ik er zo'n grote foto's op zet, dan zorg ik ervoor dat mijn website eigenlijk veel logger wordt, want dat zijn allemaal grote bestanden. Hetzelfde met een document. Als je in een Word-document allemaal grote foto's gaat steken, dan wordt dat Word-document heel groot. Of een PDF dat je ervan maakt, die wordt dan ook weet niet hoe groot. Als je dat moet gaan versturen, als je een grote bestand, je hebt dat niet altijd nodig. Dus daarom is het belangrijk dat je eigenlijk gewoon je bestandsgrootte gaat aanpassen. En dus ik heb hier mijn foto. En in Photoshop gaat dat heel makkelijk. Dus in Photoshop ga ik naar afbeelding. Afbeeldingsgrootte. Krijg ik de foto. Dit is een vrij grote foto. In totaal 34,9 megabyte. Dat wil ik dus lager. Hoe ga ik dat gaan doen? Eerst en vooral ga ik de resolutie aanpassen. Voor een scherm is eigenlijk een resolutie van 72 pixels per inch voldoende. Dus staat het voor een website is, dan is 72 pixels per inch voldoende. Ga je naar drukwerk of de nieuwere schermen met een hoge resolutie, dan ga je beter naar 260, 300 pixels per inch. Een beetje afhankelijk van wat je wilt. Dus ik ga je de resolutie op 72 zetten. Dat is het eerste dat ik verander, omdat automatisch dan de breedte en de hoogte ook weer worden aangepast. Als ik eerst de breedte en de hoogte aanpas, en dan de resolutie, dan gaat hij dat weer nog aanpassen, moet ik het terugzetten. Dus ik wil eerst dat mijn resolutie op 72 staat. Belangrijk bij breedte en hoogte, als dit logootje opstaat, dat wil dat zeggen van als ik de breedte aanpas, gaat hij automatisch de hoogte ook aanpassen. Dat zet ik meestal op, zodanig dat die verhoudingen blijven. Dus stel dat ik een foto wil van 400 pixels breed, dan ga ik hier gewoon 400 gaan intikken. Ziezo. Dan heb ik nu een foto van 400 op 266 met een resolutie van 72. En in plaats van 34,9 megabyte, wat mijn document of mijn website heel log zou maken en traag zou doen inladen, heb ik nog 312 kilobyte over. Dus dat druk ik op OK. Dan ga je ook zien in Photoshop dat hij meteen de afbeelding kleiner gaat maken. Hij toont eigenlijk altijd de afbeelding op ware grootte. Dus je ziet hoeveel dat ik afbeelding is kleiner gemaakt. En als je gaat gaan kijken, dan zie je ook dat natuurlijk de kwaliteit veel minder is geworden. Nu, dat is niet erg, want de foto zal altijd ongeveer die grootte zijn als de mensen hem zien op een website. En dan is dat nog meer dan scherp genoeg. Dus ik ga nu de foto opslaan als. Persoonlijk, als ik foto's bijwerk op een bepaalde grootte, dan begin ik met die grootte, zo'n 400, 266 links. Dan weet ik van, kijk, dit is een foto van 400 op 266 pixels. Zeker als je met websites werkt, is dat wel handig. Ik ga die gaan bewaren. Voilà. En mijn foto is